Welkom bij Rivierenland in Zaken. De Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan en daaruit bleek dat Bierman Advocaten in de top 10 terecht is gekomen van advocatenkantoren die in Nederland het best presteren. Ze haalden de 7e plek. Tijd voor Rivierenland in Zaken om eens op locatie te gaan en eens te kijken hoe het met de kwaliteit zit en of ze echt weer goed op de hoogte zijn. Dit en meer in deze aflevering van Rivierenland in Zaken. Onderwerp bouw, vastgoed en huur. Ja, nou, daar hebben we allemaal wel indirect of direct mee te maken als ondernemer. En aan tafel Karel Boersma. Je bent erin gespecialiseerd. Nou, en dan correct. Is het zo, als ik dan aan een advocaat denk, dan denk ik gelijk aan contracten. En ik denk gelijk aan deskundigheid. Nou, laten we maar eens beginnen met die contracten. Ja, in de bouw en vastgoed en met name ook in het huurrecht zie je veel modelcontracten. En dat is natuurlijk heel efficiënt, want dan hoef je niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Het nadeel van modelcontracten is wel dat ze uitgaan van een standaard situatie. En je kunt je de vraag stellen of jouw situatie dan wel geschikt is voor het modelcontract. Of je te maken hebt met een standaard situatie. Ja. Voorbeeld, ondernemer? Bijvoorbeeld als ondernemer gebruik je een modelcontract voor een pand waarbij in jouw situatie je bijvoorbeeld gemeenschappelijk oprit hebt, gemeenschappelijk parkeerplaatsen en daarvoor ziet zo'n modelcontract niet in. En heb je dus gelijk al een probleem dat je iets niet hebt vastgelegd of niet goed hebt gedocumenteerd hoe je daarmee omgaat. Dus de ene ondernemer die komt ineens met 20 autootjes, een andere die komt bij 2 en die kan die 2 niet kwijt. Precies, dat zijn problemen die je heel vaak tegenkomt. Ja. Je komt ook situaties tegen bij huur van winkelruimte dat je een andere situatie wilt hebben dan dat de wet voorziet. Je ziet dat winkeliers het moeilijk hebben en dus graag met nieuwe vormen willen omgaan. Bijvoorbeeld een kapperszaak die graag ook nog andere producten, drogisterijproducten bij wil verkopen. Nou, de modelcontracten voorzien daar niet in. Ja, hoe moet je daar dan mee omgaan? Maar moet dat eigenlijk niet gewoon dan zijn, je hebt detailvoorziening, dat zit in het bestemmingsplan en dan mag je daar toch zelf in die zaak doen wat je wil? Of is dat niet altijd? Nee, en huurcontracten leggen verhuurders vaak vast wat de bestemming is van de winkelruimte. Bijvoorbeeld winkelruimte geschikt voor een supermarkt, voor een kapperszaak of bijvoorbeeld voor een schoenenzaak. Verhuurders hebben daar vaak ook belang bij, omdat de ene winkel een andere marge, een andere verhuurwaarde oplevert dan de andere type winkel. Ja. En sommige verhuurders hebben ook meerdere panden in hetzelfde winkelcentrum en die willen dan graag een mooie mix hebben van winkels. Nou hoor je landelijk steeds meer, hè? Door de economische crisis, we hopen dat we daar nu een beetje uitkomen, dat toch ook de huurcontracten onder druk staan. Hè? Als iemand een contract afsluit wat over het algemeen bij ondernemers tussen de 5 en 10 jaar is, dan constateert men na 5, 6 jaar van ja, het is toch eigenlijk wel te veel. Het loopt niet zo goed zoals ik wil. En hoe ga je daar dan mee om? Kun je dat contract openbreken of veranderen? Of kun je calamiteiten zoals die er dan zich feitelijk voor gaan doen door de economische recessie, zou je die dan kunnen afdekken? Precies, en daar zul je met name ook als ondernemer over na moeten denken. Wil ik wel zo lang contract aangaan? Omdat economische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Wat vandaag de behoefte van de consument is, kan er over 2 of 3 jaar niet meer zijn. Ga ik iets doen met bijvoorbeeld de duur van de huurovereenkomst? Maar ook bijvoorbeeld de huurprijs, moet die automatisch worden geïndexeerd? Of ga ik daar een andere regeling voor afspreken? Nou, als pand verkocht wordt en je bent als huurder, heb je daar eigenlijk weinig over te zeggen. Heeft dat een betrekking op verandering van regelgeving en dergelijke? Nee, dat op zich hoeft dat de huurder niet te raken. De huurder wordt beschermd met het aloude adagium, kopen breekt geen huur. Dus de verhuurder is gewoon verplicht om de huurverplichtingen ook door te zetten. Is het hier in de regio Rivierenland eigenlijk goed geregeld? Of is dat afwijkend van het landelijk gemiddelde? Nee hoor, dat wijkt hier niet af van het landelijk gemiddelde. Wel zie je natuurlijk dat Tiel en de regio Rivierenland een hele andere dynamiek heeft dan bijvoorbeeld de Randstad. Waar de prijsborden al veel sterker aantrekken. Maar het is soms wel heel plaatsgebonden wat je wel of niet het beste kunt afspreken. Hoe dan ook, conclusie moet zijn dat er heel goed opgelet wordt met het afsluiten van een contract. En zijn de mogelijkheden door de veranderende situatie eigenlijk beter geworden of zijn die beperkter geworden? De mogelijkheden zijn beter geworden omdat zowel de verhuurder als de huurder zich meer bewust zijn dat men flexibeler moet zijn met het afsluiten van contracten. Karel, dank voor de uitleg. Graag gedaan.
gaan het hebben over privacy, gevoelige informatie en de regelgeving daaromtrent. Ik praat met Katelijne Illassais Schaap. Bijzonder hartelijk welkom. Dank u wel. Het is een veelgehoord probleem. USB-stick of een laptop met allemaal informatie. Gooien we in de auto, we raken het kwijt en dan? Dan zijn we aansprakelijk, blijkt. Mogelijk. Maar vooral ook is het belangrijk om na te gaan of er privacygevoelige gegevens op staan. Want als dat zo is, dan is de kans groot dat er een melding moet worden gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Nog even terug, want wanneer weet ik, wanneer is het privacygevoelige informatie? Heel kort samengevat, als er informatie op staat aan de hand waarvan je iemand zou kunnen, die ze kan herleiden naar een persoon waarmee je iemand zou kunnen identificeren. Nou, ik heb een database, een bedrijf, 2000 klanten en al die informatie zit erin. Met wat ze kopen enzovoort enzovoort enzovoort. Ja. En dat is wel aardig. Mensen denken al heel gauw alleen aan de klanten, maar je moet ook aan je eigen personeel denken. Bijvoorbeeld de personeelsadministratie. Oké. Dat is vertrouwelijk. En dat moet beschermd zijn. Moet beschermd zijn. En nou noemt u net de autoriteit persoonsgegevens. Maar ik heb zoiets, als ik een lek heb, dan bel ik het softwarebedrijf of de provider. En dan zeg ik gewoon van luister eventjes, kun je zorgen dat dat hersteld wordt? Waar ligt de verantwoording op dat moment voor de data? Het is zeker een verantwoordelijkheid om te zorgen dat er, als er een lek is, dat gedicht wordt. Maar daarnaast moet u zelf de beoordeling maken of er een melding moet worden gedaan bij dat datalek. En of het ook nodig is om degene wiens gegevens gelekt zijn, om ook hen op de hoogte te stellen van het feit dat er een lek heeft plaatsgevonden. Ja, maar dat is niet echt fijn, hè? Dat is echt niet per se fijn. Ja. Nee, dat en als je dat vervelend niet doet, wat gebeurt er dan? Ja, daar staan hele hoge boetes op die echt heel zwaar kunnen oplopen, een aantal tonnen. Maar wat ook belangrijk is natuurlijk, is dat als je hier heel goed mee omgaat, dat je daarmee ook wel heel veel schade kunt beperken. Mensen die willen graag weten wat er met hun gegevens is gebeurd. Denk aan een, stel je voor dat de creditcardgegevens van mensen op straat komen. Je gaat daar niet goed mee om. Dus de kans dat de schade nog veel groter wordt, alleen maar aanwezig. Maar met al die meldingen over hackers en dergelijke, daar word je natuurlijk alleen maar onzekerder door. Ja. Maar als kleine ondernemer, ik hoorde je net praten over enkele tonnen. Ja. Ik heb zoiets van, dat trekken we niet. Neem gewoon goede maatregelen van tevoren. Maak een scan binnen de onderneming welke gegevens data gevoelig zijn. Of je verder ook helemaal aan de regelgeving houdt. En zorg vooral ook dat je een plan van aanpak hebt liggen voor het geval het zich onverhoopt voordoet. Ja. En nog even terugkomend op de scan, denk daarbij ook heel goed aan de afspraken die je met je personeel maakt. Mag je gegevens naar je eigen mailaccount sturen? Mag je dingen op je USB-stick meenemen? Dus ook de interne. Dus alleen het regeltje van als deze informatie bij een ander terechtkomt, dan mag u die niet gebruiken, dat heeft feitelijk niet zoveel zin? Nee, die heeft niet zoveel zin. Hoe is het gesteld met de beveiliging in het bedrijfsleven en de privacy gevoeligheid en de beveiliging in de algemeenheid in Nederland bij de ondernemers? Nou, die zou echt een stuk beter kunnen, omdat mensen vaak helemaal niet realiseren welke informatie ze allemaal wel niet zouden moeten beschermen en welke risico's er zijn. Want denk bijvoorbeeld aan die USB-stick. Er gaan zoveel USB-sticks dagelijks de tas in mee naar huis, of het bestand wordt even naar het privéaccount gestuurd. Mm-hmm. Als mensen met grote ICT-bedrijven werken, dan zit het op dat vlak vaak wel goed. Je moet wel goed kijken of de afspraken die je met zo'n bedrijf hebt staan goed zijn. Maar op heel veel vlakken wordt daar toch onvoldoende aandacht aan besteed. Goed, ik ben weer op de hoogte. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal gerustgesteld ben over mijn eigen beveiliging, maar ik ga u bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Niels van der Boogaard zit bij mij aan tafel en we gaan het hebben over arbeidscontracten. In de tijd van de flexibilisering van de arbeidsmarkt gaan die er steeds creatiever uitzien. En ja, ik kan me zo indenken, Niels, bijzonder hartelijk welkom, dat het vrij vervelend is dat je een contract tekent met een concurrentiebeding en je mag eigenlijk daarna helemaal niets meer doen. Wat mag er nou wel en wat mag er niet? Wat komt er in zo'n contract te zitten? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Het hangt heel erg van het dienstverband af. Maar als je een tijdelijk dienstverband hebt met een non-concurrentiebeding, is het tegenwoordig in de regelgeving zo dat je daar een zwaarwegend bedrijfsbelang voor moet uitwerken als werkgever zijnde. Je moet aangeven waarom het voor die werknemer zo belangrijk is dat hij niet bij de concurrent in dienst mag naar het einde van zijn dienstverband.
En dat vergt de nodige uitleg. Maar ja, dat zou ik me kunnen indenken bij ICT of iets dergelijks. Maar absoluut. In het gewone bedrijfsleven, ja, in de verkoop, bij wijze van spreken, lijkt me toch niet dat iemand er staat te trappelen van ongeduld om zo'n contract te tekenen met een concurrentiebeding. Dat hij na dat beperkte contract van een jaar bij een ander niet aan het werk mag. Feitelijk moet hij dan, zou je denken, moet de werkgever dan die 6 maanden erop ook maar doorbetalen. Ja, maar zo werkt het in de praktijk toch net niet. Je ziet vaak dat een werknemer in een wat zwakkere positie zit ten opzichte van de werkgever en wel bereid is om zo'n non-concurrentiebeding overeen te komen. Maar het is zaak dan voor die werkgever om ervoor te zorgen dat hij uitlegt waarom die werknemer na afloop van het dienstverband zich aan dat non-concurrentiebeding heeft te houden. En bijvoorbeeld in de sectoren die jij net schetste, de ICT, de IT, daar gaat een hoop kennis in om. En het is belangrijk om die te beschermen als bedrijf zijnde. En datzelfde geldt ook voor de sales. Als jij een salesmedewerker hebt, die doet een hoop kennis op van het bedrijf. Die weet over de prijzen, die weet over het klantenbestand een hoop. Het is belangrijk als werkgever zijnde om dat te beschermen en ervoor te zorgen dat zo'n werknemer niet met al die kennis aan de haal gaat. Ja, maar is het ook niet zo, als we kijken nu naar de werkwet werk en zekerheid, hè, ja. Wat voor de meesten nog steeds geen werk is en geen zekerheid. Nee, klopt. Daar is discussie dat, op. Ja. Ja, dat dit soort zaken eigenlijk steeds meer aan de orde komen. Absoluut. Ik zie het zelf in mijn eigen praktijk. Het komt vaak zat voor dat er discussies over non-concurrentie en relatiebedingen zijn. En het is ook voor de werkgever en voor de werknemer een belangrijk onderwerp. De werknemer die wil verder naar een andere organisatie. De werkgever die wil liever niet dat al zijn kennis die de werknemer bij hem heeft opgedaan overgaat. Dus het is een spanningsveld. En het is in die zin ook een onderhandelingspositie als werkgever zijnde om zo'n beding op te nemen in jouw arbeidsovereenkomst. Dan is het wel zaak om het goed uit te werken. En daarvoor zou je kennis kunnen opdoen bij een advocaat, een jurist. En op die manier een goede arbeidsovereenkomst tot stand laten komen. Maar ja, ik dacht op het zo een arbeidsovereenkomst over het algemeen redelijk standaard is. En die draai je eventjes uit op internet. En dat heerst inderdaad het beeld. Ja. Maar je ziet dat toch dat het wat genuanceerder is. Ja. Het is zaken om dat goed overeen te komen. De afspraken duidelijk en helder op papier te zetten. Want anders dan vis je gewoon achter het net. Dan is je werknemer weg en heb je niks om die aan zijn concurrentiebeding te houden. Dat is vanuit het oogpunt vanuit de werkgever. Vanuit het oogpunt van, hoe heet dat, van de werknemer. Die dan denkt van, ja, krijg maar een contract voor een jaar. Dus dat is wel handig al die informatie. Wat kun je daarna eraan doen? Hè? Want, als werknemer heb je dus de mogelijkheden om dat zwaarwegend bedrijfsbelang. Want je ziet vaak, omdat er het idee heerst dat het een arbeidsovereenkomst is, die kun je gewoon even afsluiten. Dat is allemaal standaard. Zie je vaak dat dat zwaarwegend bedrijfsbelang bij dat non-concurrentiebeding onvoldoende is uitgewerkt. En daar kun je als werknemer dan weer gebruik van maken richting de werkgever. Door aan te geven dat dat onvoldoende is onderbouwd en dat jij je daarom als werknemer er niet aan hoeft te houden. Is het ook zo dat in zijn algemeenheid er tegenwoordig ook steeds meer boetes in arbeidsovereenkomsten worden opgenomen? Dat per overtreding je zoveel moet gaan betalen en dergelijke? Ja, ik zelf doe dat wel als ik een arbeidsovereenkomst voor een cliënt, een werkgever opstel. Een bepaling en ook dat is een belangrijk punt, want het hangt ook per functie af wat een redelijk boetebedrag is en een redelijk maximum van het boetebedrag. Okay. En dat is dus zaak ook omdat genuanceerd en zorgvuldig te laten bekijken. Dus objectief bezien is het zo dat het zowel voor de werknemer als voor de werkgever eigenlijk van belang is om toch eens wat meer te doen dan te kijken naar een standaard arbeidsovereenkomst. Absoluut, absoluut. Laat je daarin goed voorlichten en leg het niet zomaar voor aan de werknemer. En als werknemer teken niet zomaar wat je van je werkgever krijgt, maar win daar kennis over in. Goed, ga je bedanken voor de uitleg. Graag gedaan, Tom. Dit was Rivierenland in Zaken. We waren te gast bij Bierman Advocaten om eens te luisteren of de top 10 positie terecht was. We zijn geïnformeerd over privacy, over bouwen, over arbeidsrecht. En wilt u meer weten, kunt u dat nalezen op onze website www.rivierenlandinzaken.nl. Dank voor uw aandacht en tot de volgende Rivierenland in Zaken.